staan op ons nieuwe waterveld dat we in de zomer van 2017 hebben opgeleverd gekregen. Ja, voor ons was het tweede veld heel belangrijk om de groei van de club te kunnen accommoderen. Door veel inzamelingsacties van leden en een bijdrage van de gemeente Bunnik hebben we hem ook als waterveld kunnen neerleggen. Daar zijn we erg blij mee, want het is een veld van hoge kwaliteit. En je merkt het ook het verschil bij de wat betere hockeyers, hoe de bal rolt en stuitert en wat je ermee kan. Het waterveld valt erg in de smaak bij onze spelers. Je ziet ook bij de verdeling van de trainingen dat de teams het liefst op het waterveld willen trainen. En bij de wat jongere jeugd merk je ook dat doordat de bal echt sneller rolt dan op het zandveld, dat bijvoorbeeld bij het nemen van strafcorners bij de jeugdleden de bal ook daadwerkelijk goed aankomt en het er wat flitsender uitziet.